Hallo en welkom bij Pretparkwereld. We mogen eindelijk in Dans Macabre. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb er keilang naar uitgekeken. Maar we mogen helaas niet filmen, dus we gaan wel onze mening geven. Nou, laten we snel ingaan. Deze video bevat spoilers over Dans Macabre. Wil je deze nog niet weten? Ga dan even zelf een keertje naar Dans Macabre toe en kijk daarna deze video als je wilt. Ja, er komen geen beelden in vanuit Dans Macabre, dus dat scheelt. We gaan er alleen onze mening over geven met wat cheershot van de plein. Dus wil je wel gewoon weten wat we ervan vonden, met wat details van wat er in de attractie speelt zonder beelden, dan kan je natuurlijk gewoon door blijven kijken. Ja, maar laten we maar zo snel mogelijk beginnen, want jullie zijn nog aan het kijken. Dus dat betekent dat jullie heel benieuwd zijn wat wij van Dans Macabre vonden. We beginnen meteen eventjes op het plein, want daar kwamen we aan. En wij kregen meteen al wat mooie concept arts te zien, die Jeroen Verheij heel mooi heeft getekend. Ik vind er al heel veel mooie details in zitten. Je ziet bijvoorbeeld de toetsenist, dus die doet de orgel. En op die cape zitten allemaal katjes en dat is allemaal heel mooi bedacht. Ik vind het sowieso al heel vet, die detaillering die erin zit. Ja, en daarna zagen we ook meteen aan de rechterkant Esmeralda staan. Ja, die heeft een speciaal plekje gekregen. Zit eigenlijk een beetje achter slot en grendel, maar de charlatans kunnen erbij. Dus ik vind het heel slim bedacht. Ja, het is gewoon dat hij gewoon denk ik kan blijven staan, dat er een showtje opgevoerd kan worden. En als ze die gewoon zo open en bloot neerzetten, dan wordt hij denk ik binnen no time kapot. Dus daarom vind ik het heel slim hoe ze dit hebben gedaan. Ziet er ook echt best wel mooi uit. Ja, en dan komen we aan bij de ingang. Dan zijn er twee opties. Je kan voor de normale ingang gaan of je kan voor de single rider gaan, wat ook heel slim is. Want er kunnen 108 mensen in één ronde gaan. En we zagen de medewerkers ook met de nieuwe kleding. Ik vind het voor mij best wel wat wennen. Ik vind het wel een goed initiatief van de Efteling dat ze de kleding hergebruiken. Want die hebben ze natuurlijk ook gewoon liggen. En zeker met het oog op de toekomst is het fijn dat ze kleding hergebruiken. Het is alleen niet echt mijn stijl. Want het is een beetje de kleding die de Efteling ook heeft met wat oude pailletjes erop. Ik vind het niet heel erg bij elkaar passen. Maar ik vind het een beetje rommelig. Ik snap het concept. Het is een heel goed concept voor het milieu. Het is eigenlijk heel goed. Alleen, ja. Ja, de zwarte jassen vind ik daarentegen wel heel mooi erbij passen. Dat is niet het belangrijkste waar het nu over gaat. Wij gaan dan de ingang in natuurlijk. En dan kom je meteen door een gang en daar hoor je al monnikengezang. Ja, ik vond het ook heel vet. Er zaten dus in die muren, in die afgebrande of afgebroken overkapping, wat het was eigenlijk. Daar zaten ook gaten in de muren. Het was echt heel vet gedaan. Het leek ook echt dat die er al honderden jaren zo stond. Ja, en dat is sowieso iets wat ik heel fijn vind hier en heel prachtig uitgewerkt. Het is heel duidelijk dat het een oude abdij is die door de charlatans een beetje omgetoverd is, zodat zij spullen kunnen verkopen. Want dat zie je, daar komen we straks ook op terug in de winkel. Maar daar heb je een heel mooie banner. Die was eerst van een muziekconcours. En daar hebben ze dan Dr. Charlatans kwalijke zaken van gemaakt. Ja. En dat is wel een mooi stukje storytelling. Dat zie je niet in alle parken terug, maar het is wel echt. Je maar komt echt weer in de sfeer van de attractie. Daar. Over die shoppingvlog, daar gaan we daar straks over hebben, want we hebben een hele tas vol gekocht. Ja, maar we hebben anders een veel te lange video, dus we gaan wel eventjes door. We komen in nog een ruimte, we komen eigenlijk in een soort van begraafplaats, maar een begraafplaats voor bloemen. Want er zitten allemaal grafzerken met de naam van de bloem op. Is wel leuk. Maar is dat niet voor de kruidentuin? Is het niet een kruidentuin? Want Virgin heeft natuurlijk een kruidentuin. Ik denk dat het dat inderdaad moet voorstellen. Zeker met al die namen erbij. Maar daar moesten we dus heel erg even wachten. En wij werden aangestaard door een hele enge monnik. Dus dat vond ik best wel creepy. Die zal er misschien niet meer zijn tegen de tijd dat jullie er staan. Want het is waarschijnlijk alleen voor de previews en voor de opening. Maar toch is het best wel creepy. Ja, en dan heb je een dichte poort zit daar. Er zit daar een dichte poort en dan moet je wachten. En dat vind ik wel echt wel een vet element, want je wacht, dus je staat daar eigenlijk. Vanaf daar begin je eigenlijk echt in het verhaal te komen, want dan ga je dus door de poort heen. Dan kom je op de... Dan kom je op de begraafplaats. Heel het orkest ligt daar begraven. En je hoort ze op een gegeven moment ook, want je ziet dus op een gegeven moment Catherin Arbuste, als ik het goed uitspreek. Dat is... Gebaseerd op Kate Bush, vind ik heel leuk. Maar er wordt gespeeld door operazangeres Francis. En dat kan je ook horen. Oh, dit vind ik best wel creepy. Ik zie hier een kat. Maar, Welke kat? Ik zag een zwarte kat. Ik heb geen met zwarte kat. Met twee kleuren ogen. Ik heb niks gezien. Nee? Nee. Oké, okay, nou, dan gaan we weer verder. Maar dat was dus vet. Dan krijg je een mooi verhaaltje te horen van het
van het verhaal van Dans Macabre. Wel alleen in het Nederlands, dat vond ik ook wel interessant. Want de Efteling wil natuurlijk internationaal worden. Maar ze hebben het wel in het Nederlands gedaan. En trouwens, als je dat nu even zegt, dat ben ik eigenlijk helemaal nog niet eens zelf achtergekomen. Ik dacht dat de Efteling internationaal wilde worden. En ik denk van, dan had ik wel verwacht dat het verhaal op zijn minst ook in het Engels was. Maar in ieder geval, ik vind de ruimte wel heel erg vet. En daar is een heel leuk element teruggekomen. Namelijk de deur uit de wachtrij van de spookslot. Je kan kloppen. En dan gaat de deur naar voren en naar achter. En die werd al hufterproef getest, want iemand deed zijn hand ertussen. En zijn hand zat niet vast, dus dat scheelt in ieder geval. Ja, maar even, wie doet dat nou testen? Sorry hoor, maar ik ben toch, dat ben je toch wel, sorry dat ik het zeg, maar dat je dus bewust gaat testen of je hand er wel tussen zit, dadelijk zit je hand er wel echt tussen. Dan lopen we in ieder geval door en dan komen we aan bij een opsplitsing. Want er is namelijk geen speciale wachtrij voor gasten met beperking. Maar die kunnen meteen na deze scène kunnen ze rechts gaan. De normale bezoekers gaan links. En ze kunnen rechts gaan en dan krijgen ze een soort van filmpje te zien over Dans Macabre. Ik weet niet of jij daar meer van weet, want wij hebben het natuurlijk niet gezien. Ja, ik heb er wel wat van gehoord. Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik nog iets heel belangrijks vertellen wat je eigenlijk bijna mist. We gingen over het oude heksenpad heen. Ja, dat was ook wel heel leuk. Het is een mooi pad. Je loopt zo heel mooi naar boven. Het is, voor mij deed het een beetje denken aan Harry Potter, aan die brug zo. En dat vind ik wel een leuk effect, want bij Harry Potter die brug ziet er ook best wel een beetje vervloekt en een beetje eng uit. Ik heb daar wel een beetje een gemengde gevoel. Want ik vond het natuurlijk, ik vind het heel vet, hè? Heel vet dat ze die rijder hebben geplaatst. Maar ik vond het altijd ook wel zo'n lekker rustig plekje waar je bijvoorbeeld video's op kon nemen. Dat gaat helaas daar niet meer. We hebben hier natuurlijk ook het frikandellenpad waar wij momenteel lekker staan om te nemen. Maar het wordt er wel steeds minder. Het frikandellenpad, dan moeten we trouwens wel eventjes uitleggen. We gaan heel even de camera draaien. Heel jammer voor het licht, maar ja, dat is maar zo. We hebben vreselijk licht momenteel. Maar dit noemen wij het frikandellenpad, want deze stenen die lijken een beetje op frikandellen. En hier hebben ze ooit een keertje met oud en nieuw hebben ze hier een cello speler gedaan. Dus geen violisten, want dat ben ik trouwens ook vergeten te zeggen. Maar toen we aankwamen, toen was er een violiniste, hoe je het ook mag noemen. In ieder geval een vrouw die viool speelde en dat was ook wel heel gaaf om zo binnen te komen. Ja, ik heb het natuurlijk al gehad tijdens de spooknacht. Een aantal jaren toen Spookslot natuurlijk sloot, die laatste nacht, ben ik natuurlijk in Spookslot geweest. En daar stond ook maar we gaan even verder, want anders wordt de video namelijk te lang. Maar voor de mensen met de rolstoel waar we net over hadden, die gaan natuurlijk via de brug naar rechts, wat jij vertelde. En wat er dan gebeurt, ze krijgen net zo een beetje als Villa Volta een filmpje te zien in die trant. Ik weet het niet precies hoe het gaat, dus vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Dan gaan we misschien ooit krijgen te zien hoe het eruit ziet. Maar daar staan wij gewoon te wachten en dan zien wij meteen iets. Het werd steeds donkerder en donkerder. En toen kwamen we op een gegeven moment een medewerker tegen. Een best wel grimmige, ik wilde bijna zeggen chagrijnige medewerker. Maar dat mag voor deze attractie. Voor deze attractie zijn de medewerkers. Want ze moeten juist niet lachen. Terwijl in de meeste gedeeltes van het park is de bedoeling dat ze wel lachen. En heel gastvriendelijk zijn. Nee, deze medewerkers die stonden gewoon heel angstaanjagend eigenlijk naar jou te kijken. Ik ben wel trouwens heel benieuwd hoe de sollicitaties zijn gegaan. Oké, komt u binnen. U bent heel chagrijnig goed bezig. Ja, u mag naar Dans Macabre. Nee, jij bent veel te vrolijk. Nee, jij mag niet naar Dans Macabre. Hoe is dat gegaan? Ja, ik denk inderdaad zo. Ik denk dat ze een hele cursus hebben gekregen. Maar in ieder geval, wij werden naar plek 6 gebracht. Maar het is op de Romeinse 6. Dus een V'tje en een I'tje. Ja. Dus dat is ook wel grappig, want het moet natuurlijk een hele oude abdij voorstellen. En dan is het logischer dat ze van die oude tekenen gebruiken. Maar wat lag er meteen daar eigenlijk, stond er daar meteen? De viool van Spookslot. Ja, en die gaf ook licht. Het was wel heel leuk. Het is geen Pepper's Ghost effect dit keer. Het is gewoon een echte viool die echt licht geeft. Is wel vet. En toen gingen we naar plek nummer 6. En toen zagen we niks meer. Toen was het in één keer pikken donker. Het was echt pikken donker. Ik heb zo'n idee dat het nog bijgesteld wordt. Maar ik vind het super vet. Ik vind het echt super, super vet. Ik had een lichtgevende tas. Die kan ik er trouwens eventjes bij pakken. Die is van de Haunted Mansion. Past er ook wel een beetje bij. Ik denk, ik heb die speciaal voor vandaag gepakt. Maar die heeft van die oogjes die licht geven. En dat was het enige wat ik nog kon zien in de hele wachtrij. Dus dat was heel erg vet. Dat heb ik nog nooit echt bij een attractiepark gezien. Gewoon in een pikken donker. En het duurt ook even voordat jouw ogen eraan gewend zijn. Ik ben wel bang dat straks gasten die wat slechter ziend zijn, dat die daar moeite mee zullen hebben.
Maar het ziet er in ieder geval wel echt heel vet uit. En toen kwam het, toen ging eindelijk de deur open. De deuren gingen open en wij stonden daar in die zaal. En ik vond het zo vet. Je zag in het midden zag je alle instrumenten van alle overleden bandleden. Het is geen band, het is orkestleden zelfs. En je nam plaats op een van de drie rijen. Nou, dat is plaats, zoals je al zei, voor 18 mensen in één kar. En er zijn ook heel veel medewerkers allemaal aanwezig. Die moeten allemaal natuurlijk hun eigen kar moeten controleren. Ja. En op een gegeven moment zagen wij iets heel leuks tussen de muziekinstrumenten. Ja, namelijk... er zat een heel leuk katje. Ja. Oh, dat zou je hem toevallig hebben. Ja, dit maar ik dacht dat we geen katje hadden. Ik dacht dat je net zei dat die kat er niet was. Heb jij een katje? Ja, ik heb die stiekem meegenomen. Ik vond zo schattig, dus ik had hem zo in mijn zak gestopt. En heb ik... Ja, maar laat hem maar even in de zak, want we komen straks bij de souvenirs. Maar in ieder geval, dat katje stond er als animatronic. En dat zag je. En voor de rest zag het er eigenlijk gewoon uit als inderdaad een verlaten abdij. Gewoon, het was niet per se dat het er spookte, maar het was er wel een beetje een grimmige sfeer. En wat ik ook wel heel vet vond, omdat het toen we binnenkwamen was het een beetje... Het zag wel prima, maar het was een beetje ook wat donkerder. En die medewerkers hadden zo'n leuk lantaarntje. Ja, dus dat was voornamelijk het licht wat er naar je toe kwam. Dat vond ik wel vet zo, die effect dat je dus zo'n lantaarntje... Dat vind ik wel echt heel leuk bedacht. Dus dat was vet. Dan gingen de medewerkers naar buiten en dan eigenlijk een beetje... Net zoals je bij het echte spookslot hebt, hoor je die deuren keihard dichtklappen. En dan gaat het beginnen. En in het begin werd het helemaal donker. Ik dacht, gaat dit het worden? En toen had ik echt het idee dat we er heel ver naar beneden gingen. Terwijl we eigenlijk een beetje... waren aan het hoppen. De draaischijf die ging omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. Maar het voelde alsof je helemaal naar de kelder ging. En daarna ging die in één keer draaien. Dus dat was ook echt wel heel vet. En je zag overal wel iets. En je moet er echt een aantal keer ingaan voordat je alles hebt gezien. En dat maakt wel zo vet aan. Ja, daarom. Want we kunnen wel de hele rit gaan beschrijven. Maar zelfs ik heb nog niet alles meegemaakt. Want je ging dan draaien en de dansmacabre muziek startte. En je zag overal zag je animatronics. Je zag triangel spelen. Je zag een harp spelen. Je zag de orgelspeler. En er zou ook... de dirigent moeten zijn. Ik heb hem alleen niet gezien, dus het kan zijn dat hij niet bij alle programma's is, want ze zijn natuurlijk de attractie nog een beetje aan het bijstellen. Ja, maar misschien zijn er wel meerdere programma's, dat weet je niet. Het vetste wat ik nog vond is op het einde dat je een vrije val hebt en best wel snel nog naar beneden gaat. Niet heftig snel, maar gewoon heel leuk snel. En het is sowieso wel echt een van mijn favorieten en waarschijnlijk ook mijn favoriete attractie. Maar daarvoor moet ik hem vaker gedaan hebben. Want het is nu natuurlijk de eerste keer dat we hem doen. Dus wij zitten nog vers in onze emoties van hoe vet die was. En we hebben er nu ook nog niet zo heel lang voor gewacht. Want waarschijnlijk zal er straks 2 uur wachtrij zijn. Daar moet je zeker niet van opstaan te kijken. Nou, ik denk misschien wel zelfs meer. Maar wat ik heel vet vind en wat ik in één keer eigenlijk dacht. Er is altijd als een soort term... Wat past er nou echt? Wat is nou echt een Efteling-attractie? Je weet natuurlijk, Robert Jansen heeft gezegd, ja, wat hier in de Efteling staat. Nou ja, dan kan je elk ding wat in de Efteling staat, kan je dan echt een Efteling-attractie noemen. Maar toen dacht ik in één keer, ik vind een echte Efteling-attractie, vind ik, als je hem ten eerste niet in één keer kan doen en dat er zoveel details zijn, dat je het dus niet in één keer kan doen. Ik denk dat wel echt een echte Efteling-attractie maakt. Wat ik nog niet heb gezegd is dat ze eigenlijk gewoon een beetje die ronde zaal hebben gepakt en die gewoon in het groot hebben nagemaakt. En het is zo vet en zoveel details eigenlijk uit het oude spookslot zijn teruggekomen. Je merkt wel echt dat Jeroen Verheijen fan is geweest van het oude spookslot en dat hij dat allemaal heeft meegenomen naar de nieuwe generatie. Ja, toen ik hoorde dat Jeroen Verheijen het nieuwe spookslot Dansbekamer natuurlijk zou gaan maken, toen was ik eigenlijk meteen rustgesteld. Ik denk, Jeroen Vrij, die gaat het echt wel nailen. En ik moet nu zeggen, ik heb hem nu gedaan. Het is dubbel en dwars. Ik denk dat het nog wel beter is dan wat ik zelf had bedacht. En mijn verwachtingen lagen al heel hoog. Maar toen kwamen we uit de attractie. En toen gingen we natuurlijk naar de souvenirwinkel. En toen ging de bankrekening helemaal huilen. Ja, dus laten we even een mooie shoplog ervan maken. We gaan heel eventjes een mooi fragmentje doen. We gaan eventjes een overgang maken naar de shoplog. Welkom bij de shoplog! Wat een fantastisch intro hebben we weer gemaakt. Check voor deze shopvlog. Nou, ten eerste had ik natuurlijk deze vette trui gekocht. Ik vind hem heel erg vet, want het figuur, natuurlijk het katje wat natuurlijk duister wordt, die staat er voorop met die vleugels. Dat vind ik echt super vet. En met dan zo'n kabel. Deze kost wel €50. Is wel redelijk aan de prijzen getamd, maar meestal zijn de truien wel zo duur.
Verder hebben we ook iets heel leuks gekocht. Namelijk het mooie katje. En niet één, maar twee. Want het was niet 1 plus 1, maar we willen natuurlijk allebei zo'n schattig leuk katje. Ja, en er is er ook eentje van mij, dus geef maar. Alsjeblieft, Nick. Dankjewel. Maar dit is echt een heel schattig katje. Hij kost wel 20 euro, maar ik vind hem de 20 euro dubbel en dwars waard. Dit is toch zo schattig. En dat dit het onnoembare is, daar geloof ik niks van. Maar verder hebben ze ook hele vette pins uitgebracht. Ik vind deze pins echt heel erg mooi. Het gebouw zelf, het logo van de Halsverkameren. En is dit slot ook een beetje misschien het onnoembare? Het heeft niet dezelfde oogjes, maar wel die vleugels. Ja, gewoon een hele vette pinset. Verder heb ik ook magneten gekocht. Ze hebben namelijk ook van die ene serie waar ze in de Efteling dan meer magneten van hebben gemaakt. Hebben ze ook voor het Halsverkamer een magneetset gemaakt. En ze hebben ook een 3D, wat je ook bij de Piranha al had, zo'n 3D magneet. Die hebben ze nu ook in Dans Macabre. Dan heb ik ook zelf de kaartset gekocht met hele vette kaartjes. En verder heb ik ook hele vette sokken gekocht met oogjes en de zwarte kat. Ja, heel vet. En verder hebben ze ook een bij het koetshuis, daar hebben we het ook nog niet over gehad, maar het koetshuis, daar heb je natuurlijk de popcorn en suikerspin. Maar vroeger hadden we daar de Silent voor gehad, daar hadden ze ook popcorn en suikerspin. En eigenlijk hebben ze die een beetje verplaatst met een nieuw gebouwtje en daar hebben ze dus ook popcorn en suikerspin. Alleen ik vind het iets verbeterd. De suikerspin krijg je een spinsnoepje op, heel grappig, suikerspin met een spin erop, heel leuk bedacht. Maar de popcorn hebben ze twee verschillende smaken. Ze hebben namelijk zoete popcorn, zoute popcorn, gekleurde popcorn. En ze hebben deze, wat ik had, in een bucket. Want je kan ook in een bakje, maar ook in deze leuke bucket. Ik vind het echt heel leuk. En daar zit Virginie's geheime recept. Overheerlijk. Ik vind het een beetje... Ja, ik moet even nog proeven, hoor, want... Ik vind het een beetje barbecue-achtig smaak. Maar ik heb het ook aan Jeroen Vrij gevraagd. Hij vindt het een beetje naar van die hamkaaschipjes smaak. En dan vind ik hem ook best wel gelijk in hebben. Wat het precies is, geen flauw idee. Maar het is echt overheerlijk. Dus als je daar toevallig bent, koop je popcorn. Ga dan lekker in de rij staan. Dan heb je lekker een heel pakje met popcorn. Dan vermaak je echt die 3 uur wachten wel. En ze hebben ook een hele leuke shopper. En dit is wat we nu hebben gekocht. Over een paar weken hebben we denk ik heel die winkel leeg gekocht. Wat heeft de Efteling hele vette merchandise van Halsverkameren uitgebracht. Echt ook complimenten naar. Maar we moeten natuurlijk één ding vandaag niet vergeten. Want we zitten natuurlijk nog steeds in de Halloween serie. En dan geven wij katjes Halsverkameren katjes. Nou, we hebben er al eentje. En twee trouwens. Ja, we hebben dus minstens al 2 katjes die we kunnen geven. Kijk, ik vond het een heel mooi, vet... Ja, het is eigenlijk gesproken. Is natuurlijk een attractie. Het is even gek om dit zo te doen. Maar het eerste keer dat Efteling mee mag doen. Dat is echt leuk. Maar ik vond hem echt gaaf. Het is natuurlijk niet super eng, maar het is wel heel mooi thematiserend. En daarom geef ik hem 3 katjes. En eigenlijk met deze 2 maakt het dus eigenlijk tot 5. 3 katjes is voor mij ook. Ik vind het een hele mooie attractie. Qua jumpscares zit er niet echt iets in. En die deuren die dicht slaan, dat is wel wat meer richting de jumpscare. Maar niet echt een jumpscare. Dat is gewoon wat meer griezelige effecten. Dus ik geef hem daarom ook 3 katjes. Maar ik wil wel nomineren voor het gouden katje, want ik vind het zo prachtig deze attractie. Het is eigenlijk precies mijn verwachting en het heeft zelfs overstegen. En dat had ik niet verwacht, dat ik gewoon denk dat dit mijn favoriete attractie gaat zijn in de hele Efteling. En uiteindelijk gaan we dus uit alle parken ook 1 attractie kiezen die welke dit jaar wint. En dus het kan zijn dat gewoon voor de eerste keer in de geschiedenis van pretparkwereld gewoon Halsverkameren van de Efteling gewoon dat gaat winnen. Ja, dat is gewoon een Halloween. Ik denk sowieso wel dat Halsverkameren wel een goede zet richting Halloween voor de Efteling kan zijn. Nu gaan heel veel mensen zeggen, ja, maar de Efteling die kan geen Halloween doen. En daar ben ik het volledig mee eens. Ik ben het absoluut met jullie eens. Efteling die moet geen scary event doen. Dat volk dat je daarvoor aantrekt, net als bij Walibi en af en toe bij Toverland, dat is eigenlijk niet wat je hier wil hebben. Want je wil de sprookjesfeer behouden. En het moet ook leuk zijn voor de kinderen. Maar zo'n grimmige sfeer zoals Halsverkameren, dat kan je wel houden. Dus bijvoorbeeld dat je bij de Vliegende Hollander, dan zet je daar Willem van der Dekken neer. Je kan Hugo van der Loonse Duinen kan je bij Villa Volta zetten. Misschien die projectieshow zelfs. Dat vind ik allemaal wel heel leuk. Misschien wat leuke pompoenen neerzetten. Nou ja, ik ben niet zo fan van pompoenen. En ik vind het leuk als dan alle slechte rikken uit de sprookjes ook gewoon door het park lopen. Niet alleen de goede rikken, maar ook de slechte rikken.
Maar hoe mooi Dans Macabre ook is, we kunnen natuurlijk het spookslot niet vergeten. Dus we gaan even een nostalgische throwback doen naar het spookslot. Wij waren natuurlijk bij de sluiting van het spookslot. Want het spookslot heeft toch wel een mooie plek in mijn hart gekregen. Want als kind zijnde vond ik het al super spannend. En ik vind het nog steeds een hele mooie, griezelige sfeer geven. Ja, hier zie je ook wat mooie beelden van de oude show. De viool was zo iconisch. Ik ben ook blij dat hij weer terug is gekomen in Dans Macabre. En ik ben echt, juist doordat het spookslot bestaat, nog positiever over Dans Macabre. Want hoe had Dans Macabre kunnen bestaan zonder het spookslot? Want heel veel van de elementen die je in spookslot ziet, zijn allemaal weer teruggekomen. Jeroen Verheij die is zo'n goede ontwerper dat hij dat in de details meeneemt. Oude ontwerpen zoals de dirigent die niet zijn uitgevoerd, die worden nu wel uitgevoerd. En ik vind het sowieso mooi dat de nabestaanden van Ton van de Ven benaderd zijn voor dit project. Want je merkt wel alle passie en liefde die in het project gestoken zijn. En ik denk, maar ik kan natuurlijk niet voor iemand spreken die helaas overleden is, dat Ton van de Ven dit ook heel veel mooi had gevonden. Dat eindelijk zijn ontwerpen met de technieken van nu eindelijk uitgevoerd konden worden. Dus ik ben heel trots, ja, op de Efteling en dat ze dit zo hebben kunnen waarmaken. Want het is zowel voor de oude bezoekers een heel nostalgische attractie en voor de nieuwe attractie is het een hele spannende sensatie. Zoals de spookslot is geëindigd, gaan we deze video helaas ook moeten eindigen. Vond je deze video leuk? Druk dan zeker op een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren, want er komen zeker nog nieuwe video's aan, ook van Dans Macabre. Want binnenkort kunnen we natuurlijk wel filmen en dan kunnen we mooie sfeerbeelden laten zien van de attracties. Er komen ook nog andere video's aan, namelijk Zweden en Japan. Die video's die komen ergens na Halloween, ik weet nog niet wanneer, maar die komen er zeker aan. Maar voor nu hebben we nog eventjes een extra leuke video. Ik hoop ook dat jullie hem leuk vonden. Maar dan zien we je de volgende keer in de volgende video. Doei doei!